I want to talk about something very small today, then we're about to go. Open your Bible to the book of Joshua. En ik wil het over iets kleins gaan hebben vandaag en dan zullen we naar huis gaan. En u mag open naar het boek van Joshua. Do we need to start there today? Our main topic is coming from the book of 2 Corinthians 5, verse 7. En ons hoofdonderwerp komt uit het boek van 2 Corinthians 5, vers 7. Corinthians 5, verse 7. 2 Corinthians 5, verse 7. What did the Bible say? Wat zegt de Bijbel? What did the Bible say? Wat zegt de Bijbel daar? Want we wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Dat we wandelen in geloof. And not by. En niet in aanschouwen. Last time I laid down some foundations. En vorige keer heb ik bepaalde fundamenten gelegd. About this. Hierover. And we saw from the book of Romans. En we hebben kunnen zien vanuit het boek van Romeinen. What it means to walk by faith. Wat het betekent te wandelen in geloof. And not to walk by sight. En dus niet te wandelen door aanschouwen. In Romans 4, verse 17. In Romeinen 4, vers 17. The Bible says, calling those things which be not as though they were. Now you cannot be calling things which be not as though they were without seeing them first. En u kan niet dingen in aanzijn roepen voordat u ze eerst heeft gezien. You can never walk by faith. U kunt nooit door geloof wandelen. Without revelation. Zonder openbaring. You cannot just go about saying I'm stepping out in faith without the spirit of the Lord in me. En u kunt nooit rondgaan door te zeggen, ik stap uit in geloof, zonder dat de geest van God u daartoe leidt. What is wrong with my machine today? Romans 4, verse 17. Romeinen 4, vers 17. As it is written, I have made you, the father of many nations. He was appointed our father in the sight of God, in whom he believed. Who gives life to the dead and speak of non-existent things. Today, I was teaching you by the Spirit. Leerde ik u door de geest. That man. Dat de mens. Lives in two worlds. In twee werelden leeft. Man lives in the natural world. De mens leeft in een natuurlijke wereld. And man lives in the spiritual world. En de mens leeft in de geestelijke wereld. Now, it is the spiritual. Is het geestelijke? That controls the natural. Dat het natuurlijke beheerst. In the natural world. In de natuurlijke wereld. Man is limited. Is de mens gelimiteerd. Five senses. Vijf zintuigen. Limited. Gelimiteerd. In the spiritual world. In de geestelijke wereld. Man is unlimited. Is de mens ongelimiteerd? I mean believers. Ik heb het hier dus over gelovigen. In Christ. In Christus. Why? Waarom? We live by faith. Omdat we leven door geloof.
is the realm where God lives. Is de atmosfeer waar God woont. And in that realm, en in die atmosfeer, you begin to know, begint u te weten, the things that God knows, de dingen die God weet, concerning your life, over uw leven. Is somebody getting me? Begrijpt iemand mij? For example, bijvoorbeeld, in the physical, in het fysieke, Abraham, in the natural world, in de natuurlijke wereld, Abraham, heeft Abraham, did not have a child, geen kind. Is somebody learning something? Is somebody learning something? Leert iemand hier iets? Abraham did not have a child. Abraham had geen kind. His name was Abraham. Zijn naam was Abraham. In the spirit world. In de geestelijke wereld. God calling Abraham. Noemde God hem Abraham. It means. En dat betekent. A father. Een vader. Of many nations. Van vele naties. It means. Het betekent. God was telling him. Dat God hem vertelde. You have many children. Je hebt heel veel kinderen. Abraham. Abraham. In the spirit. In de geest. Abraham is a father of many. Is Abraham een vader van vele volken? In the natural. Maar in de natuurlijke. No child. Had hij geen kind. God said to Abraham. En God zei tegen Abraham. A father. Een vader. Of many nations. Van vele volken. Have I made thee? Heb ik u gemaakt. Now when God was talking to Abraham. Nu toen God tot Abraham sprak. He wasn't talking some feeling somewhere. Sprak hij niet in gevoelens ergens. Because faith is not a feeling. Want geloof heeft niks te maken met gevoelens. Faith is what you know. Geloof is datgene wat u weet. That is a reality. Wat een realiteit is. You cannot tell me you're walking in faith without results. U kunt niet vertellen dat u wandelt in geloof zonder dat u de resultaten nahoudt. Want dan is het gewoon een leugen. Als iemand u daar ooit in heeft onderwezen, dan is dat gewoon één grote leugen. Everything that God does. Want alles wat God doet. Manifest in the natural. Manifesteert in het natuurlijke. So what does God do? Dus wat doet God? He came to Abraham. Hij kwam tot Abraham. He gave Abraham a spiritual information. Hij gaf Abraham geestelijke informatie. Abraham was 99 years old. Abraham was 99 jaar oud. That's why you see you cannot take last week class and start running late. En daarom kunt u niet de les van vorige week nemen en daarmee gaan rennen alleen. You must have a complete package of something to know how to behave. U moet eerst een compleet pakket van iets hebben voordat u weet hoe u moet handelen. En dat is nou juist ons probleem als christenen. You hear something half. U hoort iets half. You to run en u begint eraan how te rennen. How long do you think you're gonna run before the devil will slap you? Hoe denkt u dat u ermee gaat kunnen rennen voordat de duivel u een klap geeft? So God came. Dus God kwam. To Abraham. Naar Abraham toe. And gave Abraham. En hij gaf Abraham. A spiritual. Een geestelijke. Information. Informatie. About his life. Over zijn leven. To God. Voor God. The spiritual. Is het geestelijke. Is what is real. Datgene wat realiteit is. See this house? Ziet u dit huis? It was somebody's idea. Het was iemands idee. It was first in the spirit. Het was eerst in de geest. You could not see the house. U kon toen nog het huis niet zien. Can you see? Maar ziet u? It manifested in the natural. Het manifesteerde in het natuurlijke. But it started like a vision. Maar het was eerst begonnen als een visioen. Now, what is in the spirit? Nu wat in de geest is, must be manifested. Moet gemanifesteerd worden. In the natural. In het natuurlijke. As you follow instructions. Als u instructies opvolgt.
The children of God. De kinderen van God. Nowadays. Tegenwoordig. Don't know how to follow instructions. Weten niet hoe ze instructies moeten opvolgen. They don't even know how to. They don't even know how to follow simple instructions. Ze weten niet eens simpele instructies op te volgen. But they want to see results. Maar ze willen wel resultaat zien. They want to experience a change. Ze willen wel een verandering ervaren. But they don't want to obey. Maar ze willen maar niet gehoorzamen. I want to pray more. Ik wil meer bidden. But I don't know what the prayer is. Maar ik wil niet naar gebedsbijeenkomsten toe. I want to read my Bible more. Ik wil graag meer mijn Bijbel lezen. But I'm watching too much TV. Maar ik kijk wel veel te veel naar de televisie. I want to understand God. Ik wil God begrijpen. But I am busy. Maar ik ben bezig. With my phone. Met mijn telefoon de hele tijd. Now the spiritual. Nu het geestelijke. For you to walk by faith. Voor u om te wandelen door geloof. First of all, faith. Allereerst geloof. Is not a product of man. Is niet een product van de mens. It's a product of God. Maar het is een product van God. Faith is Jesus. Geloof is Jezus. It's not something that you are thinking about. Het is niet waar u over nadenkt in de lucht of zo. And you cannot say you believe in something. En u kunt ook niet zeggen dat u vertrouwt op iets. Without surrendering to nothing. Zonder dat u zich daar helemaal aan overgeeft. Then you don't believe yet. Dan vertrouwt u nog helemaal niet. You are still in your head. Dan bent u nog steeds in uw verstand. And secondly, en ten tweede, you can also kunt u ook exercise your own will. Uw eigen wil uitoefenen. To do things. Om dingen te kunnen you doen. Will still fail. Dan zult u nog steeds falen. Because you are not doing it according to God's way. Omdat u het niet op Gods zijn manier doet. Because faith, want geloof is something that has to do with God and God himself. Is iets wat te maken heeft met God en God alleen. It takes God. Het neemt God zelf. To make things happen. Om dingen te it laten manifesteren. It doesn't take you en to make things happen. U om dingen te laten manifesteren. So God knows. Dus God weet. When you are trying to prove your point. Wanneer u uw punt probeert duidelijk te maken. God knows. God weet. When you are applying your own ability. Wanneer u uw eigen kunnen erin brengt. God knows. God weet. When you are doing things in your strength. Wanneer u dingen in eigen and kracht God also knows. En God weet. Whether you are following his instructions. Or you are following your head. Of dat u uw eigen verstand opvolgt. Faith is not what they teach you. Geloof is niet wat ze u hebben onderwezen. Take the word. Neem het woord. Mediteer op. En mediteer er maar op. Speak it out. Spreek het maar uit. Speak it out. Spreek het maar uit. Listen. Luister. Faith. Geloof is, is twee dingen. Faith. Geloof is, a shield. Is een schild. And faith en is geloof also is ook een wapen. Can you get this? Begrijpt u dit? When I am quoting scripture. Wanneer ik schriftgedeelte citeer. I am using my shield. Dan gebruik ik mijn schild. It's protecting my mind. En dat beschermt mijn gedachtegang. But I am not getting any results yet. Maar ik krijg dan nog niet de resultaten. Yet. Nog niet de resultaten. I am still in scriptures. Dan ben ik alleen nog maar in de schriftgedeeltes. I am comforting myself. En dan troost ik mezelf alleen nog maar. Jesus told the devil. Jezus zei tegen de duivel. Het staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. That was shield of faith. En dat was nog maar de schild van geloof. He came to a place. Maar hij kwam op een punt. Dat hij zei, ga weg achter mijn zaken. En toen ging hij in de aanval. En dat betekent dus. Dat hij wist in de geest. Wie hij was. En hij handelde. Gebaseerd op wie hij was. En hij zag daarin resultaat. That's why when you, before walking by faith. En daarom. Voordat je wandelt in geloof, it is the duty of God, is het de taak van God to first om allereerst reveal to you aan u te openbaren what is required of you. Wat er van u verwacht wordt. Somebody write in Revelation. En iemand schrijft op openbaring. How many of you are learning something? En hoeveel van u leren iets? Now when God reveals something to you, nu wanneer God iets aan u openbaart, you don't have it. Dan heeft u het nog niet in, your hand, yes. In uw handen. But that doesn't mean it's not real. Maar dat betekent nog niet dat het niet echt is. Is, here? Is iemand hier nog? This is not here.
Dit heeft niks te maken met verstand. Busy, als uw gedachte heel druk bezig is, dan begrijpt u dit niet, maar ik bid dat u het begrijpt. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? So, my dear sister, can we go back to that same text? Romans 4, verse 17. En we gaan terug naar Romeinen 4, vers 17. Faith is a spiritual thing. Geloof is iets geestelijks. It's not a head thing. Het heeft niks te maken met uw verstand. Speaks of the non-existent things he has foretold and promised as if they already existed. They already existed. When God said, let there be light. Wanneer God zegt, laat er licht zijn. He saw light. Dan zag hij licht. In the realm where he lives. In de atmosfeer van waar hij woont. And woont. He commanded that light. En hij commandeert dat licht. To come out from his realm. Om vanuit zijn atmosfeer te which komen. Which is a spirit realm. Wat een geestelijke atmosfeer for is. For the light to manifest in the natural realm. Voor het licht om te manifesteren in het natuurlijke. So God was acting. Dus God handelde. Based on what he knows. Gebaseerd op dat wat hij weet. Now I is. En tegenwoordig we do things by emotion. Doen we dingen door onze emoties. Without divine instruction. Zonder dat we goddelijke instructies hebben ontvangen. You marry by emotion. U gaat zomaar door uw emoties trouwen. The guy is nice. Die meneer is heel erg geweldig. You do business by emotion. U doet zaken door uw emoties. The business is nice. En die zaken doen, dat is leuk. You make friends by emotion. U ontmoet vrienden door uw emoties. They are nice people. Het zijn hele aardige mensen. So all the things that you see most of the time. Al die dingen die u meestal ziet. Or you do most of the time. Of die u meestal onderneemt. Is based on your five senses judgment. Zijn gebaseerd op uw vijf zintuigelijke beoordeling. You meet a man of God. U ontmoet een man van God. You don't even know what I is a man of God. En u weet niet eens wat een man van God is, want u heeft hem nog nooit op televisie gezien. Maybe you used to know someone. En misschien kent u ooit iemand. 10 years later. 10 jaar later. You met the person. Komt die persoon weer tegen. The person is a pastor. En die persoon is een voorganger. En u denkt nog steeds dat hij uw vriendje is. So. En u tikt hem aan en zegt, hey, hoe gaat het met je? Because omdat you are living u leeft in, your senses. In uw vijf zintuigen. Moses. En Mozes was anointed by God. Werd gezalfd door God, God by God. Geroepen door God. Sent back to his people. En teruggestuurd naar zijn volk. They could not see him as their deliverer. En ze konden hem niet eens herkennen als hun bevrijder. Because they were still in their head. Omdat ze nog steeds in hun verstand waren. That anointing maar zalfing is, a spiritual thing. Is iets geestelijks. I can only know you are anointed. Ik kan alleen maar weten dat u gezalfd bent. From his spirit. Vanuit de geest. Not from my eyes. En niet vanuit hetgene wat ik zie met mijn ogen. And it's not because you claim you preach the gospel. En het is niet omdat u zegt dat u het evangelie predikt. Let me not go there. Abraham. Abraham. Not existent things. Niet bestaande dingen. That doesn't mean the things were not there. Dat betekent niet dat die dingen nog niet daar waren. They were there. Ze waren wel daar. In, the spirit. In de geest. So how did Abraham activate him? Dus hoe heeft Abraham dit dan geactiveerd? He had to have sex. Hij moest eerst de liefde bedrijven. With his wife. Met zijn vrouw. She was 90 years. Ze was 90 jaar oud. He was 99 years. En hij was 99 jaar oud. They had sex. Ze hadden seks. And their child came forth. En toen kwam hun kind voort. Why? En waarom? He was already in the spirit. Het was al eerst in de geest. Abraham was acting. Abraham handelde. Based on revelation. Gebaseerd uit openbaring. Based on God's will. Gebaseerd op de wil van God. Based on what God said. Gebaseerd op wat God had gesproken. Not based on how he was en dus niet gebaseerd op hoe hij zich voelde. Based on what a prophet came from somewhere and talked to you. Of gebaseerd op welke profeet dan ook tot u is gekomen om tot u te spreken. Or based on what your mama is telling of gebaseerd op wat uw moeder zegt. Of uw vader Abraham zegt. Acted. Nee, Abraham handelde. Gebaseerd op openbaring. Van wat God what had gezegd. En wat deed hij? He believed, hij geloofde. He trusted God. Hij vertrouwde op he God. En hij was gaf zich helemaal over aan datgene waar hij op vertrouwde. How do I know he's surrendered? En hoe weet ik nou dat hij zich had overgegeven? He acted. Dat was omdat hij handelde his faith. Vanuit vertrouwen, geloof. Your
Raak niet verward hierin. U kunt handelen zonder geloof. En ik zal u dat onderwijzen. And you can act in faith. En u kunt handelen in geloof. Abraham. Abraham. Acted. Handelde. As a result of what he believed. Als resultaat van datgene waar hij op vertrouwde. As a result of what God told him. Als resultaat van wat God tot hem had gesproken. Because. Want. God. God is not dependent. Is niet afhankelijk. On your ability. Van uw kunnen. Of what you can do. Of van hetgeen wat u kunt doen. Hij is afhankelijk. Of what he can make you van to be. Datgene wat hij van u kan maken. That's why we begin to teach Christian 9 steps for this. 16 steps to be step 1, stand up, step 2, put your head down. They make you to start thinking that it is in the doing, in the things you are doing, that is what is causing God to act. Shut up. I say shut up. We serve a God of divine instruction. When you follow, he acts. When you follow, he acts. When you follow, he acts. He is the one to make things happen, not you. En we zijn geleerd om 9 stappen te maken. 9 stappen van geloof. 9 stappen van zus, 9 stappen van zo. Dat laat u dus denken dat het iets is om geloof te hebben door iets te doen. Maar het neemt goddelijke instructie om te kunnen laten doen. Om te kunnen manifesteren dat wat God zegt. Dan moet hij eerst dus hebben gesproken. Dat is handelen in geloof. Daarom wanneer mensen andere mensen in een box willen stoppen. They try to deal as if. Dan proberen ze zich te gedragen alsof. Zij degene zijn die dingen laten gebeuren. En als u te maken heeft met zo'n persoon, dan moet u beginnen te bidden voor die persoon. Want dan heeft die persoon echt hulp nodig. En het interesseert me niet of die persoon die sindsdien al heeft onderwezen, die persoon heeft dan echt gewoon hulp nodig. Weet u wat een fout is? We hebben de kinderen van God niet terugverwezen naar Jezus zelf. We hebben ze alleen maar naar de mens toe verwezen. Maar de mens is gelimiteerd. Maar God is ongelimiteerd. So Abraham. Dus Abraham was limited. Was gelimiteerd. He was 90 years old. Hij was 90 jaar oud. Ik bedoel 99 jaar oud. En zijn vrouw Sarah. Pas menopause. Had haar overgang al gehad. So the both of them came to the end of the road. Dus beide kwamen tot het einde van de weg. Where the ascension stopped. Waar hun zintuigen waren geëindigd. Geloof work for you. Zal voor u werken. When your senses, wanneer uw zintuigen and your methods, en uw methodes stops. Niet langer meer werken. Somebody here in this place. Is iemand hier in deze plaats? I wish that I was talking to some bunch of pastors. En ik wenste dat ik hier tot een hele menigte voorgangers zou spreken. The reason why things have not been happening for you is because your mind is still very active when it comes to the things of God. It's still trying to listen to God, understand God. What do you need? And what do you need? And what do you need? And maybe this. And maybe it must make sense. Now listen. En de reden waarom dingen nog niet voor u werken, is omdat u nog veel te veel in uw gedachten bezig bent. Nog veel te veel met uw verstand bent u aan het calculeren en aan het beredeneren hoe dingen moeten uitwerken. Maar geloof is compleet het tegenovergestelde daarvan. It's a complete opposite of your present situation. Het is namelijk het compleet tegenovergestelde waarvan waar u zich nu op dit moment in bevindt. When God was sent to Abraham. Toen God zei tegen Abraham. The father of many nations have I made. Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Abraham had no child. Toen had Abraham nog niet eens een kind. That was confusing. En dat was heel verwarrend. To your mind. Voor uw verstand. But that wasn't confusing for God. Maar dat was helemaal niet verwarrend voor God. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. Ja. It wasn't confusing for God. Why? Het was niet verwarrend voor God. Waarom? He's the one that makes things happen. Omdat hij degene is die dingen laat gebeuren. Not you. En dus niet u. When he gave you the word, toen hij u het woord gaf, he didn't say make it happen. Had hij niet tegen u gezegd dat u het moet laten gebeuren. When he revealed that to you, toen hij het aan u had geopenbaard, he didn't say make it come to pass. Had hij ook niet gezegd dat u het tot stand
moest brengen. That is why he did it to you. De reden waarom hij het aan u heeft geopenbaard. Is a prophet. Is hoeveel van u weten dat God een profeet is? A true prophet. Een ware profeet van God. Speaks. Spreekt. Speaks. Spreekt. Before. Voor. It comes to pass. Het tot stand komt. And whenever they speak. En wanneer ze spreken. When they are talking to you. Wanneer ze tot u spreken. Everything around you is hopeless. Is alles om u heen eigenlijk hopeloos. Maar wanneer ze tot u spreken, dan zien ze niet uw hopeloosheid. Maar ze zien dan wat God al heeft gedaan in de geest. Amen. En ze vertrouwen op God. Omdat het u is die door mij heen spreekt. Laat uw woord dan tot vlees komen. Laat uw woord dan dus manifesteren. Let your word be a reality. Laat uw woord de realiteit zijn. In my realm. In mijn atmosfeer. Where I live. Daar waar ik leef. Man. De mens. Has nothing. Heeft niets. Of himself. Van zichzelf. Om te kunnen geven. Without God. Zonder God. Abraham. Abraham. I wanted to go to Joshua. En ik wilde eigenlijk naar Jozua gaan. Hij zei, oh, ga daar niet overhaast naartoe. Come back to Abraham. Kom weer eerst terug bij Abraham. Last week you were teaching them something. Want vorige week onderwees je ze iets. So they take them somewhere else. En vandaag neemt ze ergens anders naartoe. En de les na vandaag is nog niet voorbij. Dus ga niet dingen overhaast ondernemen. Faith. Geloof. It's not the absence is niet de afwezigheid of trials. Van moeilijkheden. The fact that God speaks. Het feit dat God spreekt. Or show you something. Of u iets heeft laten zien. That doesn't betekent dat nog niet. You will not go through some. Dat u niet door bepaalde testen heen zal gaan. The reason for those obstacles. De reden voor die obstakels. Is to prove that God is God. Is om te kunnen laten zien dat God God is. So that at the end of the day. Zodat aan het einde van de dag. Wanneer u eruit komt. You will say it is me. Dat u niet zal zeggen, ja, ik ben het. You say, even though I'm the mercy. Dan ga je zeggen, als het niet voor de barmhartigheid was. En de goedheid is Heren. Waar was ik dan geweest? So when God speaks, dus wanneer God spreekt, you will start seeing challenges. Dan zult u uitdagingen beginnen te zien. But that doesn't mean, maar dat betekent nog niet what he said, dat wat hij heeft gezegd is not true. Niet waar is. Because faith is now. Want geloof is nu. The day that he spoke, de dag dat hij sprak, that word started working that day. Begon dat woord vanaf die dag te werken. Faith is not tomorrow. Geloof is niet morgen pas. Because this is what he said. Want dit is wat hij zei. In Isaiah 55. In Isaiah 55 he said, zei hij. Mijn woord will not return unto me. Zal niet ledig tot mij terugkeren. Boy, without accomplishing the purpose for which it is said. That word is Jesus. In het woord is Jezus. In het begin was, the word. Was het woord. And the word en het woord was, in God. Was met God. And the word en het woord was God. Was God. All things were made alle by dingen him. Zijn tot stand gekomen door hem. Zonder hem is niets that gemaakt made. Dat ooit gemaakt is. And the word dwelt en het woord woont bij ons. And become flesh. En werd vlees. That word en dat woord is, Jesus. Is Jezus. So when I release the word, dus wanneer ik het woord prijs heb, heb ik niet Jean-Pierre. De scheppende vermogen heeft om dat woord to manifest te zorgen dat manifesteert in, the flesh. In het vlees, in het fysieke. Because it's not my word. Want het is niet mijn woord, it is het is zijn woord. It is not my vision. Het is niet mijn visie. It is his vision. Het is zijn visie. All these people that are moving about say, I have a vision. You don't have a vision. You are walking in God's vision. En al die mensen zeggen, ja, ik heb een visie. Nee, je wandelt niet in visie, je wandelt in God zijn visie. If God gives you his vision, als God u zijn visie geeft life, over uw leven, God, dan zal het God zelf nemen en God alleen om dat tot stand te laten komen. We're
look at you. Look Want at kijk you. Naar u. Just look at you. Kijk gewoon naar uzelf. Wanneer you go up in the morning and say, I'm tired. Op een dag zult u opstaan en zeggen, ja, ik ben er moe van. I don't want to go to church. Ik wil niet naar de kerk. Look at my life. Kijk nou naar mijn leven. Look at my story. Kijk naar mijn hele verhaal. There are Christians that are thinking to commit suicide. En er zijn zelfs christenen die eraan denken om zelf te plegen. So you think God is declaring all of our foolishness, he will do what he has to do. Dus denk je dat als God afhankelijk zou zijn van al uw dwaasheid, dat God zou doen wat hij moest doen? Just sit one day with your life. Zit gewoon één dag met uw hele leven. Just think how many times sometimes you talk foolish. En denk maar na hoe u soms hele dwaze taal uitslaat. En de volgende dag zie je je wonder ineens. Glory out of that? Hoe kan je daar dan de eer uit halen? Wat heeft u er zelf voor gedaan? Nothing. Niets toch? Let everyone be a liar. Laat een iedere leugenaar zijn. And let God be en laat God waar Because zijn. God cannot lie. Omdat God kan niet so liegen. You can be lying dus u kunt liegen tegen uzelf, maar hij zal altijd waar blijven. Want hij is God. So what did the Bible say? Dus wat zegt de Bijbel? I don't know if you are here today. En hoeveel van u zijn hier vandaag? Somebody is getting born again. En ik geloof dat iemand weer wederom geboren wordt. We should stop. We moeten ermee ophouden. As children of God. Als kinderen van God. Doing things. Om dingen te doen. Without God's leading. Zonder dat God ons daartoe leidt. Who is backing you up? Wie onderbouwt u? Jesus. Jesus. Was a man under authority. Was een man onder autoriteit. When he was on earth, toen hij hier op aarde was, he did not use his name. Gebruikte hij niet zijn naam. Really, pastor? Echt, pastor? Can we see that scripture? Kunnen we dat schriftgedeelte terugzien? If you were on Wednesday class, or maybe you missed that Wednesday class, that's why my ears opened. Can you show me that scripture? En als u de woensdagles heeft gemist, dat is waarom uw oren zo geopend zijn. En u denkt dan, kunt u me dat schriftgedeelte laten zien? Ziet u? Let me not go in. Somewhere. We gaan er niet in. Forward the tape for me, get to verse 18. Because I can't stop doing things that you don't need right now. Naar vers 18. We use the name of Jesus. We hebben de naam van Jezus gebruikt. We gebruiken de naam van Jezus op dit moment. Because Jesus paid the price. Want Jezus heeft de losprijs betaald. And while he was on earth, maar terwijl hij hier op aarde was, the price wasn't paid yet. Was de losprijs nog niet betaald. We're gonna talk about that one day. En op een dag zal ik daar over praten. Ik weet niet wanneer het gaat gebeuren. If you want the scripture, one day I'll give it to you. En als u het schriftgedeelte wil, dan zal ik het u op een dag geven. Halleluja. Tell somebody, we walk by faith and not by sight. En zeg tegen iemand, we wandelen door geloof en niet in aanschouwen. Say, walk by faith and we wandelen not by door geloof en niet in aanschouwen. Faith. Geloof. Is a spiritual thing. Is iets geestelijks. That gives birth to natural things. Dat geboorte geeft aan natuurlijke dingen. Is somebody getting me? Begrijpt iemand mij? And what did the Bible say? En wat zegt de Bijbel? For Abraham, human reason for hope, gehoopt, a desire, een verlangen, with an anticipation, met een anticipatie, to obtain, om te kunnen verkrijgen, based on the promise, gebaseerd op een belofte. When you are still hoping, wanneer u nog steeds aan het hopen bent, you are still in your senses, dan bent u nog steeds in uw gevoelens. I hope one day. En heel veel christenen zeggen, ja, ik hoop op een dag. I'll be talking the difference between hope and faith. En ik zal u het verschil gaan onderwijzen over het verschil tussen hopen en geloven. Say, maybe someday. En zeggen, ja, misschien is het op een dag. Sister, it will never come to pass. Sister, dat zal nooit tot stand komen. When God talks to you, he never said maybe. Want als God tot u spreekt, zegt hij nooit misschien tegen u. He knows what he said. Hij weet wat hij heeft gezegd. You already know what you are saying. Weet u zelfs wat u zegt? Maybe. Misschien. Someday. Op een dag. Sometime. Op een keer. Yesterday. Gisteren. Tomorrow. Morgen. I don't know. Ik weet het maar niet. I don't know. Ik weet het maar niet. Misschien. Misschien wel. Maybe yes.
Abraham. Hope being born, hope in faith, that he should become the father of many nations. As he had promised, who promised? En wie had het dus gezegd? Who promised? Wie had het beloofd? Who promised? Wie had het beloofd? Oh, ik dacht dat Abraham het had beloofd. Nu een belofte. It's a statement of fact. Is een verklaring van feiten. When I told, when I came to Helena, said, wanneer ik naar Helena toe ga en ik zeg iets en ik bedoel niet wat ik meen wat ik zeg. En als ik zeg ik zal haar een auto kopen of ik ga een schoen voor haar kopen. Did I say you should buy the shoe? Heb ik dan gezegd dat jij de schoen moet gaan kopen? Waarom worstel je dan dat die schoen tot je komt? By the way, did you come to me to talk about it? Trouwens, ben je naar me toe gekomen om te vertellen? Ik ben toch zelf naar u toe gegaan daarvoor? Dan hoeft u toch gewoon rustig aan te doen. En dan kunt u toch kijken of ik daadwerkelijk oprecht ben. Want elke oprecht persoon die blijft bij zijn belofte. Is that true? Waar of niet? Now the Bible says God is not a man. Nu de Bijbel zegt God is geen mens. That he will lie. Dat hij zou liegen. Not a son of man. En hij is ook geen zoon des mensen. Dat hij berouw zal tonen. Wanneer hij iets zegt, dan zal hij het doen ook. U mag het misschien nog niet zien, maar dat betekent nog niet dat het niet gaat komen. Who is the Lord talking to? En tot wie spreekt hij hier? There's somebody. Jesus is helping me. Zeg Jezus, help me. That's why the Bible says. En daarom zegt de Bijbel. The promises of God. De belofte van God. In him. In hem. It did not say in you. En het zegt dus niet in u. Zijn ja en amen. Het is volbracht. Are we there? And the Bible says, Abraham, human reason for hope in God, hope in faith, hope in faith. He got past his reasoning. En hij in tegen alles had hij gehoopt. En dus ging hij verder dan zijn beredeneringen. He moved from his senses. Hij ging van zijn gevoelens. He ascended to the realm of believing. En hij ging in de atmosfeer van vertrouwen. And surrendering. En in overgeven. And giving himself over. En hij gaf zichzelf helemaal to over. To what he believes. En datgene wat trust hij in God. Geloofde, vertrouwen op God. Look at it. As he had promised, so numberless shall your descendants be. And verse 19. Vers 19. For Abraham, he did not weaken in faith when he considered the utter impotence of his body. That means faith. Dat betekent dat geloof. Walking by faith. Dat wandelen door geloof. Cause you to do things. Ervoor zal zorgen dat u dingen zult doen. That goes beyond your weaknesses. Die veel verder zullen gaan dan uw zwaktes. Because faith. Want geloof. Is a fact. Is een feit. Maar geloof is ook een handeling. En geloof is een geest. En geloof is Jezus. De Bijbel zegt Christus in ons. Christus in ons. Een Paulus zegt waar ik werk. Een volgend. Zijn werking. Volgend. To the walking. Aan de werking. Of the Spirit of God. De geest van God. In hem. Volgend. To the walking. Of Jesus, van Jezus in hem. So it is Jesus, so it is Jesus moving you die u beweegt to act. Om te kunnen handelen. You cannot do this on your own. En dit kunt u dus niet zelf bewerkstelligen. En zegt tegen u, maar dit kan ik niet zelf doen. Is er hier iemand nog? See how I pile all those books. En zie hoe ik al die boeken heb opgestapeld. But the Lord really let me to open the book. Maar de Heer heeft me niet eens geleid om die boeken te openen. Say God is a spirit. Zeg God is geest. Say God is a spirit. Zeg God is geest. And he lives in me. En hij woont in mij. Good. Look at it. En laten we er naar kijken. Which was as good as that. Because he was about 100 years old. The question is. En de vraag nu is. Where did he get that strength? Waar haalde hij nou die kracht vandaan? I don't know how many people that are 100 years that are still sexually active. En ik weet niet hoeveel mensen er 100 jaar zijn en nog steeds seksueel actief. I don't know. Weet het niet hoor. No, at a certain age. En op een bepaalde leeftijd. You begin to get a new revelation. Begint u een nieuwe openbaring te krijgen. That sex.
dat seks is not love. Niet liefde is. Somebody look at me. Iemand kijkt eens scheef aan. Pastor. How are you doing, sweetheart? Are you still here with me? You still love me so much. Look at it. Laten we er naar kijken. 100 years old. Bijna 100 jaar oud. Sarah. 90. They had to come together. En ze moesten eerst samenkomen. Who gave him the strength? En wie gaf hem daar de kracht dan voor? God. Faith. Geloof. Is supernatural. Is een bovennatuurlijk. Force. Kracht. From God himself. Van God zelf. It moves you. Het beweegt u. To do things. Om dingen te doen. Die u niet kon doen. Met uw eigen kunnen. And you will know. En u zult weten. It is God. Dat het God is. Because you know. Want u weet. Based on your senses. Gebaseerd op uw gevoelens. Komt u op uw zintuigen kunnen dit niet doen. Walking by faith. Wandelen door geloof. Takes you out of the realm of senses. Haalt u uit de atmosfeer van zintuigen. And brings you to the realm. En brengt u dan tot de atmosfeer of God van God zelf. And the Bible says, are we there? Help me with verse 20. En we gaan naar vers 20. Oh, I cannot even go to Joshua today. But there's somebody next week. Ik zeg tegen iemand volgende week. Oh, I love the word of God. Ik hou van het woord van God. So much. Zodanig veel. That sometimes. Dat soms. People ask me. Mensen mij vragen. How can you keep on praying alone when you don't see nobody? Hoe kan je zomaar alleen bidden wanneer je niemand ziet? Why do you do what you do? Waarom doe je wat je doet? When sometimes people ask me. Wanneer mensen soms raar doen. It's because what I see, they don't see. Dat is om wat ik zie, zij niet zien. So I am not doing it based on what I see. Dus dit doe ik dus niet gebaseerd op wat ik zie. What is that knowledge? Dat is verstandeskennis. Look at it. No unbelief or distrust made him waver. Ah, let me not touch that today, next week. Doubtingly questions concerning the promise of God. But he grew strong. He grew strong. En hij werd sterk. He grew strong. Hij werd sterk. Abraham. Abraham. He said, yes, my Lord. Hij zei, ja, mijn Heer. You're going to be a father. Hij zei, u zult u tot een vader stellen. Of many nations. Van vele volken. Abraham laughed. En Abraham lachte erom. Zei God. Hij zei, God. I am getting old. Ik word zo oud. He said, I know. Hij zei, ik weet het. That's why I told you en so. Daarom heb ik het je ook gezegd. Because I have made you that way. Want ik heb je nou gewoon zo gemaakt. And Abraham. En Abraham. Zei God. Zei God. With my ability. Met mijn eigen kunnen. I cannot. Kan ik het niet eens. But in your ability. Maar in uw kunnen. Sorry. Strek ik me uit en geef ik me over. You are my strength giver. U bent mijn krachtgever. You are my ability. U bent mijn vermogen. I trust in you. Ik vertrouw geheel op u. That you will give me strength. Dat u mij zal sterken. To make love with my wife. Om de liefde te kunnen bedrijven met mijn vrouw. And I trust in you. En ik vertrouw daarvoor op u. That just as you have spoken. Dat zoals u heeft gesproken. So shall it be. Zo zal het dan ook zijn. And the Lord said. En de Heere zeide. Abraham. Abraham. I saw that you trust
trust in me. Ik heb gezien dat je op mij vertrouwde. But now, Abraham. Maar nu, Abraham. I want you to act your belief. Ik vraag dat je je geloof uitoefent. And Abraham came to Sarah. En Abraham kwam tot Sarah. He said, Sarah. En hij zei, Sarah. The Lord said. De Heer zei. You gotta be pregnant. Dat je zwanger zou worden. But pregnancy will not happen in the earth. Maar zwangerschap gaat niet gelukkig. He said, Sarah, I know you are 19 years old. But the Lord says, I am sensing the strength. En ik ervaar I am sensing new grace. I am sensing the tenacity. Ik ervaar He says, Sarah, I know your muscles are weak. I know you cannot. I know we are living like brothers and sisters. He says, Sarah, God has given us grace. God has given us ability. I said, Sarah, come. Let's sleep together. This baby is coming for us. Now listen to something. U luister naar iets. Whenever God speaks, wanneer God spreekt, you feel me. Zult u zich zwak voelen. You say I cannot. Dan zeg ik nee, maar ik you say I don't know how it's going to happen. But the Bible says, de Bijbel zegt, I can do all things. Ik kan alle dingen doen. Through Christ who strengthens me. So you stop looking at yourself. Stop looking at your situation. Stop looking at your ability. Stop looking at the things you can do. Look at what God can do. And say yes, Lord, yeah. I am walking with you. The moment you start making your steps, die stappen begint te maken, zal er kracht komen. It starts in obedience. En het begint eerst vanuit gehoorzaamheid. En als u gehoorzaam bent, zal kracht komen. En wanneer die kracht komt, zult u zich realiseren dat de manier hoe u bouwt, dat u daar niet langer meer zal doen. De manier hoe u zich voelt, voelt u zich niet langer meer. En op dat moment, you are not operating in the natural. Something in the spirit. Ook resultaat zien. Amen. Jezus. Abraham. Zei Sarah. Kom. We hebben living with friends. En ik weet dat we als vrienden hebben samengeleefd. En ik weet dat ze je onvruchtbaar noemen. You know, I didn't make mistake, Sarah. Weet je, ik heb zelfs een fout gemaakt, Sarah. Ik heb met Hagar geslapen. Maar weet je wat de Heer me heeft gezegd? Dat je mij niet kunt helpen. Ik heb je niet geroepen om mij te helpen. Maar ik ben hier om je te helpen. Wat ons probleem soms is dat we willen proberen met ons eigen kunnen om God een handje te helpen. Om dingen tot stand te laten. Maar dit is wat God zegt. Hij zegt, Sarah, het is jou die ik heb verkozen. Omdat je also is changed. Ook veranderd is. It is not Sarah. En ze is niet meer Sarah. Maar nu noemen ze Sarah. Want je bent een moeder van vele volken. Zo heb ik u gemaakt. So Sarah. Hij zegt dus Sarah. Het uur is gekomen. Het moment is nu. Kom. Let us activate. En laat ons activeren. Datgene wat God heeft gesproken. Many years. No baby. En vele jaren was er geen baby. That one moment. Maar op dat moment. It happened. Was het gebeurd. Why didn't it happen those years? En waarom gebeurde het niet in de jaren daarvoor dan? You know the problem. Weet u wat het probleem is? Sometimes we try to walk ahead of God. Soms proberen we voor God uit te lopen. We try to do things for God. En we proberen de dingen voor God te doen. En wanneer u dingen voor God probeert te doen, you will need something. Dan zult u uw hoofd stoten. It is painful. Het is pijnlijk. You alone. U alleen. Zeg maar, maar waar? Zeg God, maar waarom? En zeg maar, ik heb je niet gezegd dat te doen. Want dat ben je nog zelf. Is iemand hier nog steeds? But when that timing was right, maar toen die timing goed was, I did not see Abraham pray against demons. Zag ik Abraham niet bidden tegen demonen. Abraham did not say, "Abide the demons of my forefathers." En Abraham was toen niet de demonen van zijn voorvader aan het binden. I break the curse in nee, the ik breek de vloek in de baarmoeder van Sarah. The word
Het woord van God heeft de kracht en het vermogen om dat resultaat te produceren op zichzelf. Het woord van God heeft de kracht om elke vloek te breken. Abraham bad niet. Omdat God was niet naar hem toegekomen om te zeggen, ga bidden voor Sarah. En dat is weer iets anders. Some people, when God says pray for somebody, they start checking why I have to pray for it. Shut up, pray for the person. En als God zegt bid voor die persoon, dan moet u niet zich gaan afvragen, ja, waarom moet ik bidden voor die persoon? Nee, volg de instructie op en bid voor die persoon. Don't leave that pain and come and say, I said some things are going on in my life. And I said some things. That's how we start talking in places where God did not. That's how we attract spirits of divination and spirits of things. God said pray for a person. It pleases him to come to you to say pray for a person. It pleases him not to reveal to you why you have to pray for a person. Then he said pray for a person. What did he mean? Maybe he did not tell you specifically what to pray for a person. He said pray in tongues. En het is dus niet voor u om te denken van, oh, ik ervaar nu dit of dat bij die persoon of wat dan ook. Nee, God geeft u een signaal dat u moet bidden. Het wil dus niet zeggen dat u de boel moet gaan lopen uitvissen, want op die manier zet u uw mond in, op verkeerde plaatsen. En God zegt u alleen maar bidden en het behaagt hem juist om u niet te vertellen wat er aan de hand is. En dat betekent dus dat u in tongen kunt gaan bidden. U hoeft niet in uw woorden te gaan bidden en de boel te gaan uitvissen. Hou uw mond dicht. That's why you see. Where are we, translator? Translate, get to me to verse 21. I wanted to go to Joshua. En ik wilde eigenlijk naar Joshua gaan. Maar volgende week show you how to follow instructions. Zal ik u laten zien hoe u de instructies opvolgt. Amen. Oh Jesus. I will start showing you, you know. Kijk naar die buurman. Zeg failure is not my vocabulary. Zeg falen zit niet in mijn woordenboek. Look at your neighbor. Kijk naar die buurman. Zeg, how can I fail? Zeg, hoe kan ik nou falen? Met de Heilige Geest die in mij woont. Tenzij ik naar hem luister. How many of you know the Holy Ghost is your CIA? En hoeveel van u weten dat de Heilige Geest uw geheime dienst is? You know, there's a story in the Bible that gave me excited. Weet u, er is een verhaal in de Bijbel dat mij heel erg heeft enthousiast gemaakt. Elisha, you know. Elisa, weet u? I love my wife, don't worry, because the house will talk like this. Then I still lift her up, that shows that I have some strength. You know, you understand something. Elisha. Was in a place. Was aan een plaats. And that nation was supposed to be attacked by an enemy. En die natie behoorde eigenlijk aangevallen te worden door een vijand. Can you imagine? Kunt u zich voorstellen? The king with his military officers. De koning met al zijn militaire officiers. We have the Netherlands. En tegenwoordig hebben we Nederland. We have politie. We hebben de politie. CIA. We hebben de geheime dienst. FBI. We hebben de geheime dienst. Marechaussee. De marechaussee. Military Amman. En een militaire Amman. But you know. Maar weet u? If really. Als u werkelijk something is about to happen in the Netherlands. Iets moest gebeuren in Nederland, they will not talk to the police first. Dan gaan ze niet eerst tot de politie spreken. Oh Jesus. Ah, the real government. De echte regering is, not what you have been seeing. Is niet datgene wat u met uw blote ogen ziet. En op een dag zullen we daarop ingaan. Are we there? En zijn we daar? Somebody said, Pastor, where did you come from today? Oh, I had a good time in the night. So I am just enjoying myself with the Holy Ghost. En iemand zegt, Pastor, waar komt u vandaan vandaag? Ik zeg, nou, ik heb vannacht heel erg genoten met de Heilige Geest samen. The wings of an eagle is taking me higher. En de vleugelen van een arend brengen mij hoger. He takes me higher. En hij brengt mij higher. Oh, Jesus. Now look at it. En laten we er naar kijken. Fully satisfied. And assured that God was able. You see, Abraham. Ziet u Abraham? Never depend on
on his ability. Abraham was nooit afhankelijk van zijn eigen kunnen. Did you read the scripture? The scripture says Abraham was able. Zit u hier in het schriftgedeelte dat Abraham bij machten was? Who was able? Maar waar, hier was hij bij. Wie was hij? God was able. God was degene die machtig was. And mighty to keep his word. Om te doen wat beloofd was. And to do what he had promised. God was able. En God was dus machtig te doen. Walking by faith. Wandelen door geloof. Where is my thing? He's looking at me. He said, Pastor put things everywhere when he's preaching. We don't know whether he's acting or he's doing what. Don't worry. Pastor is everywhere. Okay. Walking by faith. Wandelen door geloof. Starts in the spirit. Begint in de geest. Jesus said. Jezus zei. The words that I speak. De woorden die ik tot u spreek. Zijn geest en leven. Ziet u het woord van God wat u leest is niet een sprookje. Het is iets levends. Het leeft. En ik heb al gezegd tegen mensen als u zich verveeld voelt in de kerk dan heeft u nog niet eens een ervaring gehad. You must be asking yourself, u moet jezelf dan afvragen. Hoor ik dan echt wel van God? En ik begrijp het niet, maar soms mensen die vraag ik me af wat mensen horen. Soms horen ze gewoon hun hoofd en dan gaan ze gewoon mee naar huis. It is very important. Het is heel erg belangrijk for us to understand voor ons om dat te begrijpen. God will do nothing. Dat God niets zal doen without revealing it first. Zonder dat hij het eerst openbaart. Walking by faith. Wandelen door geloof. Starts by revelation. Begint eerst door openbaring. He will reveal it to you. Hij zal het aan u openbaren. If I see you. Als ik u zie. You are rebellious. En u bent rebels. You don't submit to authority. En u onderwerpt zich niet onder autoriteit. You can never walk by faith. Dan kunt u helemaal nooit niet wandelen door geloof. Quote the scripture, lie down, sleep, jump, put your head upside down, it's a waste of time. Dan kunt u allerlei bijbelteksten opnoepen. U kunt springen, kunt op en neer gaan, weet ik veel wat. Maar dan is het gewoon een verspilling van uw tijd. One thing is still missing with your story. Want dan ontbreekt er nog iets in uw verhaal. You don't submit. En dat is dat u zich niet onderwerpt. You don't submit. U onderwerpt zich niet. Show me a man. Laat me een mens zien. That doesn't submit. Die niet zich onderwerpt. Onder autoriteit. I'll tell you the spirit that I've been doing the best. Dan zal ik u de geest vertellen wat die persoon beheerst. En het interesseert me niet als JL mijn leraar de volgende dag kan zijn. God wil niet dat ik mijn mond open en zeg van ja, maar dat is mijn kind. Op dat punt is het niet langer mijn kind, dan is hij op dat punt mijn leraar. Ik kan alleen maar ontvangen van hem. Wanneer ik hem dan ook zie daadwerkelijk als mijn leraar en mijn voorganger. Wanneer ik hem dus zie als de persoon die God heeft aangesteld om te spreken zodat ik voorwaarts kan gaan. Want weet u, leeftijd heeft niks te maken met natuurlijke getallen. Is iemand hier nog steeds? So all these people that they say how old are you? I'm not old. Dus al die mensen zeggen ja, hoe oud ben je en hoe oud ben je? How I hope I tell you how old I am. Hoe ik zou hopen dat ik je kon zeggen hoe oud ik zou zijn. I'll tell you. Ik zou het je zeggen. One day I'll tell you. I don't even know what you will do with it. En ik weet niet eens wat je ermee gaat doen. I don't know whether that will make you to be higher in faith. En ik weet niet of dat je hoger in geloof gaat brengen. It's not only you that talk like that. Het is niet alleen u die zo spreekt. I've always spoken to people and they ask me how old are you. Ik heb altijd gesproken met mensen en vragen ze naar mijn leeftijd. En mensen vragen ze steeds hoe oud ik ben. I'm younger than my wife. Ik ben jonger dan mijn vrouw. Give Jesus praise.
geeft Jezus zelf de prijs. En daarom is hij ouder mij. Dus nu weten we niet wie ouder is. Misschien ben ik ouder dan haar. Are we in the Romans 4? We are about to close. Zijn we in Romeinen 4 nog? I'm being fully persuaded that what he had promised, he was able to perform. And therefore, it was imputed to him for righteousness. And verse 23 says, now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus, our Lord, from the dead. Amen. Next week. Volgende week. I will start talking to you. Zal ik beginnen te spreken tot walking by faith. Over wandelen door geloof. Following spiritual instructions. In het volgen van geestelijke instructies. Since I know my life. Sinds dat ik mijn leven ken. One day. I met him when he came to church. Thank for him, please. Op een dag had ik hem ontmoet toen hij naar de kerk kwam. Niet dat ik hem niet kende. He went on vacation. Maar hij was op vakantie gegaan. After 3 years of that vacation. En na die vakantie van drie jaar lang was a great one. Kwam hij terug. En die driejarige vakantie was heel heftig. So the first thing that I did, dus het eerste wat ik deed when he came back, toen hij terugkwam vacation, van zijn vakantie van Milaan. En hoeveel van u houden van Milaan? Daar waar mensen mooie jassen en mooie schoenen dragen. So when he came back from Milan, dus toen hij na 3 jaar uit Milaan terugkwam, I said, I know that in Milan, zei ik, ik weet het in Milaan. They told you how to get your coat and your shoes. Ze hebben gezegd hoe je je schoenen en je jas moet kopen. But now in Amsterdam, maar nu in Amsterdam, just sit and do nothing. Zit gewoon your coat and your shoes will appear. Dan zullen je schoenen en je jas vanzelf komen. He asked me, en hij vroeg aan me, what do you mean? Wat bedoel je nou? Have you always been doing things? Heb je altijd maar dingen gedaan? Then God said, en dan zegt God, just sit. Ga gewoon even zitten. Let me cook for you. Laat me even voor je koken. Want sommige mensen, hun bil is heel heet, kunnen ze daarom niet zitten. God says, en God zegt zit. I'm cooking. Ik ben aan het koken. When somebody is cooking at me, it takes some time. En hoeveel van u weten dat als iemand een maaltijd kookt, dat het een tijdje duurt? The fire gets hot. Het vuur wordt een beetje heet. How many of you can cook some soup? En hoeveel van u kunnen soep maken? Het duurt een tijdje. But you see, I can be very hungry. Maar ziet u, ik kan heel erg honger hebben. Also somebody is cooking the food. Maar ook. The person says sit, let me cook and bring it to you. En die persoon zegt zit en laat me het tot je brengen. So there is something that can happen to you. Dus er is iets wat er dan met je kan gebeuren. In plaats van dat je zit. You can go to New Albina. Kan je in één keer bij New Albina beëindigen. So. Je ziet u. In New Albina. In New Albina. You spend your money. Spendeer je geld. You waste your savings. Je verspilt gewoon je spaargeld. The devil is robbing you. En de duivel rooft je dan. When God was preparing an everlasting food for you. Terwijl God juist eeuwigdurig voedsel voor je aan het bereiden was. Abraham's miracle. En Abraham's wonder. An eternal miracle. Was een eeuwigdurend wonder. Halleluja. Oh, we have a sister here in our midst. Before we get there, please stop and say, Father, thank you for your word. Father, thank you for your word. I receive it. I receive it. With joy. Met vreugde. Help me, Lord. Help mij, Heer. That I will not act. Dat ik niet zal handelen. Based on my senses. Gebaseerd op mijn gevoelens. Gebaseerd op mijn zin. Help me. Help mij. To be patient. Om geduldig te zijn. That I will listen. Zodat ik zal luisteren. To you. En naar u. Before I act. Voordat ik handel. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen.